Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag maakte heks een toverfluit om kinderen naar haar snoephuisje te lokken. Wat gemeen. Maar hoe hard heks ook blies, ze kreeg geen geluid uit de fluit. Kunnen jullie wel hard blazen? Laat maar eens horen dan. Blaas maar. Blazen jullie hard, zeg? Nou. Jullie kunnen hard blazen, zeg. Veel harder dan heks. Daarom vroeg heks hulp aan iemand die ook heel hard kon blazen. Reus. Reus blies op de fluit en een schel geluid klonk door het Sprookjesbos. Al snel kwam de betoverde Klein Duimpje af op het geluid van de fluit. En Roodkapje en Benjamin ook. Heks stopte ze in haar hok. Als dat maar goed afloopt. Maar heks wilde nog meer kinderen lokken. Ze zei dat Reus nog harder moest blazen. Reus blies nog harder. En toen, pang, blies hij de toverfluit kapot. Meteen was de betovering verbroken. En Klein Duimpje, Roodkapje en Benjamin maakten het hok open en renden heel hard weg. Ja, ja. Zo konden heks en reus naar hun avondmaal fluiten. Dat doet mij denken aan die dag dat Assepoester... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.